Gewezen premier Wim Udenhout zal met staatseer ten grave gedragen worden. Dit deelde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren mee tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Udenhout heeft op maandag 22 mei het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. De president heeft tijdens zijn speech stilgestaan bij de wezenlijke bijdrage die Udenhout geleverd heeft aan de opbouw van onze natie. Aan het parlement werd door Santokhi gevraagd 1 minuut stilte in acht te nemen. Ik betreur het heengaan van een veelzijdige Surinamer, een staatsman met een staat van verdiensten op nationaal als internationaal niveau. Maar ben vervuld met dankbaarheid aan hem voor zijn bewezen diensten aan land en volk. Als minister-president van de regering, welke de transitie naar democratie markeerde, heeft hij een enorme bijdrage geleverd bij herstel van democratie en rechtsstaat in Suriname. Voorzitter, dit is geen eenvoudige taak geweest en heeft mede ertoe geleid dat wij hier met z'n allen het Surinaamse volk mogen vertegenwoordigen. Volgens het staatshoofd wordt Udenhout gekenmerkt als een veelzijdige Surinamer en een staatsman met indrukwekkende verdiensten op nationaal en internationaal niveau. Vanaf vandaag, vrijdag 26 mei, is er een condoliansregister geopend op het paleis voor een ieder die zijn of haar medeleven wil betuigen. Op de dag van de begrafenis zal de vlag bij alle openbare gebouwen halfstok hangen. Wim Udenhout heeft zijn bijzondere bijdrage geleverd binnen het onderwijs en heeft ook zijn voetsporen verdiend in de diplomatieke wereld, waar hij Suriname op het hoogste niveau als ambassadeur heeft mogen vertegenwoordigen in Washington DC, als ook bij de Organisatie van Amerikaanse Staten met de mede-accreditering in Mexico, Canada en Nicaragua. Hij was tevens de eerste Surinaamse ambassadeur op het Afrikaans continent, met name Ghana en Zuid-Afrika. Ook na zijn actieve periode als bestuurder en diplomaat heeft hij een bijdrage geleverd aan de bescherming van het milieu als directeur van Conservation International Suriname en ook als een van de medeoprichters van de Conservation Foundation. Hij was ook de drager van het grondlint in de ereorde van de Gele Ster, de hoogste onderscheiding die een Surinamer kan krijgen. De verschillende fracties die in de Nationale Assemblée vertegenwoordigd zijn, hebben ook hun condolences overgebracht aan de nabestaanden. De rode draad in hun betoog was de significante bijdrage die Udenhout heeft geleverd aan de opbouw van Suriname.